Almudena, Munoz. Dus twee Olympische kampioenen. Eén die van categorie gestegen is van min 48 naar min 52. Tegen de kampioenen van de min 52, de Olympische kampioenen. Dus dit moet een mooie kamp kunnen worden. Ja, inderdaad. Cecile Nowak heeft alles gewonnen in haar categorie. En heeft maar besloten om van categorie te veranderen. En daar ook een palmarès in de min 52 in de wacht te slepen. Ik denk zelfs een beetje dat de Spaanse bang is van Cecile, want ze kruipt op haar knieën, een negatieve judo. Het is ook zo dat vaak judoka's naar gelang ze ouder worden een categorie stijgen, omdat het alsmaar moeilijker wordt om dat gewicht te halen. Ja, er zijn heel veel judoka's die problemen hebben met hun gewicht. En als zij graag eten, dan gaan zij maar over van de categorie. Zoals deze Cecile Nowak. Nowak is 26. Munoz 24. Heidi Goossens vocht ook tegen Almudena Munoz en hield het de volle tijd vol en verloor op beslissing in de voorronde. Ook doordat die Munoz een passieve, een negatieve judo heeft. Ze doet schijnaanvallen, ze springt op haar knieën, maar brengt de tegenstander niet werkelijk in gevaar. En wat als de wedstrijd op beslissing uitloopt, dan wint zij meestal doordat zij het meest aangevallen heeft. Maar zonder in feite de tegenstander in gevaar te brengen. Maar ik denk bij de geroutineerde Cecile Nowak dat het niet zo gemakkelijk zal gaan. Nog 2 minuten en 20 seconden en nog altijd niet gescoord. Munoz was tweede op het toernooi van Fukuoka eind vorig jaar. Terwijl Nowak meteen op een schitterende manier begon in de min 52 door het toernooi van Parijs te winnen. Hier opnieuw een aanval dat Cecile helemaal niet in gevaar brengt. Als ze dat nog een paar maal doet, dan zal zij bestraft worden. De Fransen claimen in elk geval een straf. En nu Nowak proberen dat linkerbeen vrij te krijgen. Maar er is Maté geroepen omdat de scheidsrechter niet echt de indruk had dat Nowak daar ernstig mee bezig was. En dat daar enige vooruitgang in zat. Hier zie je hoe de Spaanse Munoz achteruit eens van ze heeft. Ze is bang van de Française. Ja, het duurt nu toch al 2 minuten 40. En het zou niemand verbazen mocht daar een straf op volgen. Het publiek begint dat ook te vragen. Munoz, toch wel een beetje een Olympisch kampioen onwaardig. Ja, inderdaad. Het schijnt dat zij op de Olympische Spelen met heel veel geluk die gouden medaille gewonnen heeft. Omdat zij zelfs in de voorrondes uitgeschakeld moest worden. Maar misschien ook omdat zij in eigen land vocht, werd zij bevoordeeld door de scheidsrechter. Die onder invloed van het publiek haar gewonnen hadden. Ja, ik zie zelf de Spaanse coach tegen doen naar de scheidsrechter dat er een Judo moet gegeven worden aan Nowak, maar dat is even de wereld op zijn kop, denk ik. Het verbaast mij zelfs dat er geen strafpunt uit de bus valt voor de Spaanse. Ja, ik denk dat op beslissing dat een unaniem voor Nowak moet zijn, maar dat weet je ook maar nooit. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Scheidsrechters maken soms rare kronkels en dat is maar goed ook, want dan kan het publiek daarover discussiëren. Dat was
een mooie beweging, een kleine veegbeweging van de Spaanse, zodat Cecile eventjes in gevaar kwam. Maar er werd helemaal niet gescoord. Maar de Spaanse blijft maar achteruit gaan. En dit moet toch al bestraft worden. Ja, het zou kunnen dat het nu gebeurt. Het is nog 11 seconden. Nee, er wordt niks gegeven van strafpunt. Nog 5 seconden. Een kamp die ik al veelbelovend had aangekondigd, maar die dat alles behalve gebracht heeft. Integendeel. Normaal gezien wordt dit de 13e medaille, als ik mij niet vergis, voor de Fransen. De regisseur van deze beelden zou er goed aan doen om ook de hoekrichters mee in beeld te brengen. En het is zo waar, in tegenstelling tot wat we zeiden, Munoz die wint. Amai, dat had ik dus helemaal niet verwacht. Hoe is dat mogelijk? Almudena Munoz dus, unaniem overigens. Ja, misschien heeft ze de keren dat ze dan aanviel, is ze dan net iets beter geweest. Maar ik had toch de indruk dat vooral zij het gevecht ontweek. Ja, inderdaad. Het was meer een gevecht van trekken en sleuren van kumikata, dus de manier van vastgrijpen. En veel grote bewegingen werden er niet gedaan, enkel wat geveegd. Kijk, hier zagen we een poging van Munoz, maar dat kan je moeilijk een ernstige aanval noemen. Nee, Cecile wordt helemaal niet in gevaar gebracht. Het is meer zo'n schijnaanval. Maar ze heeft de schijn mooi kunnen ophouden. Ja, en zo wint de Spaanse het Europees kampioenschap. Wachten nu op de min 65 finale. Finale bij de mannen. Nog 4 finales moeten we krijgen en dan komt de finale van Harry van Barneveld.